Het is weer zover. Vrijdag. En niet zomaar vrijdag. Vrijdag van week 46. Buiten is het vet koud. Maar wij gaan zorgen dat je lekker warm blijft. Met de laatste nieuwtjes. Wat betreft crypto. En natuurlijk de heetste updates over de koers. Ja, we beginnen natuurlijk met een kleine terugblik even naar de vorige week. We begonnen toen heel erg positief het hele nieuwsverhaal met Tunesië. Die hun eigen e-dienaar hadden uitgegeven, zouden hebben. Maar helaas, net daarna, net na die video. is naar buiten gekomen dat de Centrale Bank van Tunesië dat bericht niet ondersteunt. Die ontkennen dat. Die zeggen het is uit zijn verband gerukt. Wij hebben. De mogelijkheden onderzocht of die zijn we aan het onderzoeken. En er zijn inderdaad proof of concepts gedaan door andere partijen, niet door ons. En dat is uiteindelijk dus op die manier naar buiten gerold. Maar dat bericht is dus bij deze teruggenomen. En het is even wachten of dat, dat onderzoeken door de centrale bank naar de mogelijkheden wel nog iets op gaat leveren op de lange termijn. Nieuwtjes voor vandaag: het volume van de bitcoinhandel. Daar gaan we naar kijken. Dat is heel erg interessant. We gaan ook nog even kijken naar BACT en CMI. En tot slot gaan we de Canadese Centrale Bank er weer bij betrekken. Ja, Beginnen met een fantastische artikel met deze titel: Handel in Bitcoin op recordhoogtes en een stijging van een paar honderd procent opkomst. Ja, dat laatste stuk dat moeten we natuurlijk nog even gaan afwachten, maar dat eerste kunnen we in ieder geval wel al bevestigen. Charles Edwards die laat in een tweet namelijk zien wat de situatie is wat betreft het handelsvolume van Bitcoin op dit moment. En wie is die Charles? Charles is een digitaal fondsbeheerder en die houdt zich ook bezig met algoritme trading. Dus niet de minste, die weet wel waar hij het over heeft. Dit is de tweet van die bewuste man die die heeft geplaatst: de massive volume in Bitcoin, zo tot die hem zelf. Nou ja, klinkt natuurlijk hartstikke lekker. Uh, en wat hij eigenlijk zegt, hij zegt van nou de spotmarkt, dus de echte, daadwerkelijke directe handel in bitcoin, die is wel gezakt, maar dat is ruimschoots goed gemaakt door de future handel. Die uh, vaart er wel bij, die gaat alleen maar hoger en harder. En dat compenseert een heleboel. En dat zorgt er dus voor dat het totale handelsvolume van bitcoin de afgelopen tijd 40% hoger heeft gelegen dan in de top van 2017 en überhaupt over 2018. Daar zit dus wel degelijk schot in de zaak. Nou, dit is dan de afbeelding die hij ook bij die tweet zet. En wat zie je daar? hier? Het gaat hier om dit onderste stuk van die grafiek. Ja, dit uh, groenige stuk, dat is de spothandel in Bitcoin. Die rode lijnen daarboven, dat is de futurehandel in Bitcoin. En wat zie je? Je ziet hier, uh, dit is eind 2017, hier zo begin 2018... dat die spothandel op een aardig niveau is. En als je die hier gaat doortrekken, zie je dat die veel lager is. Dat die hier, 2019, tweede helft, wel weer hoger is de basis... dan dat die hier al die tijd is geweest. Dus daar zit ook weer iets van een groei in. Maar is wel een stuk lager dan hier. Maar, wat zie je hier ook... Hier, die rode punten allemaal. Oftewel, die future handel die is uh, enorm gefloreerd. Uh, die is uh, aanzienlijk hoger dan hier. En dat zorgt dus voor totaalvolume van ruim 40% meer. Nou, en wat is dan die Charles Edwards, wat verwacht hij er dan in de toekomst uh, gezien de situatie waar we nu in zitten? Nou, dat 90-daags gemiddelde, dat ligt dus op een toppunt. Daarom verwacht hij eerst nog een correctie van Bitcoin eventueel. En daarna dus een enorme stijging. En dat baseert hij dan op het terugkijken naar het verleden. Dan zie je bijvoorbeeld in 2012 een 245% gestegen, in 2013 maar liefst 1047% in 2016 447 procent. Dus vandaar dat dit weer het startschot zou kunnen zijn voor het enorme groei. Uh, als dit stand weet te houden: Badder tegen Verhoeven. Het is er niks bij. We hebben het hier over Bakt tegen CME. De twee partijen waar je kan speculeren op de Bitcoin-koers. En bij Bakt wordt dat allemaal uh, gedaan met daadwerkelijke Bitcoin. En bij CME in dollars. Uh, oftewel, Bakt heeft veel meer impact direct op de Bitcoin-koers. Wat is nou uh, de situatie? Bact en CMI zijn natuurlijk beide over het terrein aan het vechten. Maar CMI heeft het tot nu toe veel beter gedaan. Het volume bij Bact was veel lager. Maar wat is er nou aan de hand? Sinds de 22 oktober, dus een kleine maand geleden, lijkt dat een beetje om te gaan draaien. Wat zie je hier namelijk? Bij de Bact Volume Bot in deze tweet die houdt uh, bij wat het volume is bij Bact, hoeveel contracten er worden verhandeld, etc. En als je die afbeelding daar even vergroot, krijg je dit te zien. En dan zie je hier dat vanaf 23e dat het volume echt aanzienlijk omhoog ziet en ook maar blijft groeien. En wat is nou het hele gekke bij CME? Dat is deze grafiek die laat op deze nullijn het gemiddelde zien van het afgelopen jaar. Dat is 7.237 contracten. En dan zie je dat er daar vanaf de 22ste hier een scherpe daling te zien is. Het aantal contracten ligt steeds tussen de 3.000 tot 5.000 minder per dag. Dus dat is Echt een aanzienlijke daling. Uh, Bakt lijkt terrein te gaan winnen. En om dat nou kracht bij te zetten. Bakt heeft ook aangekondigd dat ook zij opties gaan aanbieden. die uh, afgerekend gaan worden in contanten. oftewel gewoon in dollars. En dus niet per se in bitcoins. Beetje jammer als je het mij vraagt, want dat doet dus wel af aan de initiële bedoelingen van Bakt. namelijk het. Echt daadwerkelijk afdekken van die futures en overige contracten met Bitcoin. Maar goed, ze kunnen op die, misschien, of op die manier misschien wel weer terrein gaan winnen. en dan uiteindelijk toch die markt laten groeien op die manier. Nou, op 9 december dan geeft aan. als het allemaal goed gaat en als het allemaal gaat lukken, in ieder geval dat BACT dat afhandelen in dollars gaat aanbieden. Uh, daarentegen geeft CMI aan dat ze ook per 13 januari weer een concurrerend product daarop willen gaan aanbieden. Dus ze houden elkaar scherp in de gaten en ze gaan elkaar echt proberen de loef af te steken en die markt voor zich te winnen. De RBC, de Royal Bank of Canada, de grootste bank van Canada met een vermogen van 660 miljard dat ze onder hun hoede hebben. Gigantisch dus. Die bank schijnt uh, het toch even anders te gaan bekijken wat betreft cryptocurrency. Begin 2018 waren ze er nog niet zo voor. Toen kon je nog niet eens met de rekening van hun crypto kopen, dat werd tegengehouden. En nu lijkt het erop dat ze aan het werken zijn aan een eigen exchange. Ja, dit zou dus de eerste keer zijn dat echt een grote bank, een bank van zoveel maat uh, een eigen exchange zou willen gaan het schijnt dat de bank een viertal patenten heeft ingediend die hier direct verband mee houden. En wat ze dus zouden willen gaan doen is het aanbieden van verschillende pairs En ook het faciliteren van directe betalingen vanaf die crypto-rekeningen. Vanuit die bank. Voor uh, bijvoorbeeld de aankoop van spullen bij reguliere winkels. Tijd om te gaan kijken naar de koers. Het is vandaag 15 november. En een jaar geleden, precies vandaag, was er een hoop aan de hand. Getuigd ook deze tweet van Greg White, die hij 15 november 2018 stuurde, waarin hij zei: Nou, Bitcoin, uh, Litecoin, het is einde verhaal, het houdt op voor deze coins. Waarom tweet hij dit nou? 15 november 2018 was de dag dat Bitcoin SV zich ging uh, afsplitsen van Bitcoin Cash, oftewel dat was echt een heel groot ding in de community en daar ging een hoop van af en dat ging zeker niet van een leien dakje. Uh, dat was er aan de hand. Daarbij heel veel miners die gingen daarna stoppen door het dalen van de koers van Bitcoin die heel hard naar beneden is geklapt. En er liepen toen een heleboel ETF-aanvragen die allemaal keer op keer werden uitgesteld, geannuleerd, noem maar op. Dus dat zag er allemaal helemaal niet goed uit. En dat had ook zijn weerslag op de koers. Deze afbeelding laat dat stuk zien van uh, november vorig jaar. Waar zitten we dan hier op deze lijn, waar je hem in één keer echt naar beneden ziet klappen. Dat is dus 15 november vorig jaar geweest. Nou, die afsplitsing van Bitcoin SV naar Bitcoin Cash. Het zou best wel kunnen dat er hier een heleboel mensen zich uh, uit Bitcoin Cash zijn gestapt. Naar. Of uit bitcoin naar bitcoin cash om uh, te kunnen profiteren van die fork. Dat heeft was licht hier de eerste daling uh, ja, doen uh, veroorzaken. Vervolgens zie je een beetje stabiliteit en hij blijft daarna maar zakken, zakken, zakken. En al met al, je ziet het hier: dit stuk zijn zo'n beetje de eerste twee weken hebben we dit verlies al geleden. En uiteindelijk in een maand tijd ruim 50% van de waarde moeten inleveren vorig jaar. Goed, dat was vorig jaar. Hoe staat het er nu voor? We zitten op dit moment op een bedrag van 79.83 ,49 euro om heel precies te zijn. En hoe zijn we daar nou beland? Vrij makkelijk. Ik kan hiervoor precies hetzelfde plaatje als die van afgelopen dinsdag erbij pakken, die we toen in de koersanalyse hebben bekeken. Bitcoin-euro op stem candles op 1 uur. En dan hebben we hier weer die welbekende Falling Wedge waar we in zaten. En daar zitten we nog steeds in de koers. Is zich daar heel netjes binnen blijven bewegen. En dat is dus eigenlijk wel een beetje volgens verwachting. Het was natuurlijk leuk geweest als hij al uitgebroken was. Maar goed, zover is het nog niet. We zitten nog binnen die Falling Wedge. Als we even gaan inzoomen. Overigens je ziet hier, hier begint hij. En dat hij zich daar de hele tijd tussen beweegt. Dan heb je hier nog die trendlijn. Daarvoor zal ik even uitzoomen. Zet ik de candles even op 4 uur. Dan zie je die wat verder terug Um, die gaat helemaal vanaf hier al februari dit jaar. Je ziet hem hier steeds onder de dalen door. Hier tikt je hem vervolgens weer aan. Zakken we er door terug en uiteindelijk komen we er weer boven. Daar komt die trendlijn vandaan en die kruisen elkaar hier dus die wedge en die trendlijn. En even terug inzoomen naar één uur. Je ziet het hier. De koers beweegt zich heel netjes binnen. Volgens Zakte hier even onder die trendlijn. Weet zich daar weer boven te nestelen. En is nou weer op zoek naar de bovenkant van die wedge. En wat kan er dan gaan gebeuren? Het zou natuurlijk kunnen dat we dan uiteindelijk hier gaan uitbreken. Maar het zou ook best kunnen dat we hier weer naar beneden afbuigen. En dat we hier in dit hoekje geduwd gaan worden... Of eventueel dat we helemaal de punt gaan uitspelen. Maar het lijkt er dus op dat we hier wel iets van een druk hebben gevonden van deze trendlijn. En dat in combinatie met deze falling wedge zou kunnen zorgen voor een uitbraak. En dan wel heel binnenkort. En nog een omstandigheid die die uitbraak uit die falling wedge misschien wel wat kracht bij kan zetten. En wat kan versnellen. De divergentie waar we nog steeds mee te maken hebben. Dinsdag zagen we het ook al. Hier de dalen worden steeds dieper. Tegelijkertijd op de RSI gaat die steeds verder omhoog. Nou, toen konden we de lijn nog hier langs aftrekken. Inmiddels. Nog steeds aan de orde, maar dan iets verder weg. We kunnen hem namelijk helemaal tot aan hier trekken. Dat zou dus nog, zoals je hier al wat ziet gebeuren, kunnen zorgen voor wat opwaartse druk. En dat we al die factoren tezamen misschien wel tot een uitbraak kunnen brengen. En die uitbraak uit die Falling Wedge is uh, ook wel te hopen. Natuurlijk om meerdere redenen. Het is altijd fijn als we weer lekker kunnen gaan groeien. Maar daarbij speelt nog iets. Ik heb hier twee MA's op de eendags candles voor je erbij getekend. Dan hebben we het hier over de... 50-daagse ME, dat is hier die groene lijn. En de 200-daagse mee, dat is hier die gele lijn. Wat zie je dan? Ja, inderdaad, je ziet het goed. Hier die 50-daagse ME, die zorgt op dit moment nog voor een support. Daar blijven we de hele tijd nog net boven hangen. Maar die 200-daagse ME, dan zijn we hier, de 8e van november zijn we daar doorheen gezakt. En dat is natuurlijk mm, niet heel erg positief. Daar wil je boven blijven. Dus het is hoop op een uitbraak dat we weer. Boven die 200-daagse mee uit kunnen komen en dus niet alleen die 50-daagse als support, maar ook die 200-daagse als support kunnen gaan gebruiken. Nou, wellicht dat de steeds bredere berichtgeving over de Bitcoin-halving die eraan zit te komen in de mainstream media er ook weer voor kan gaan zorgen dat er nog meer volume in die markt komt en dat dat ook weer een beetje een opwaartse druk kan gaan genereren. Het is in ieder geval leuk om te zien dus dat dat steeds bekender wordt en een steeds normaler uh, fenomeen begint te worden en steeds meer nieuwskanalen het daarover gaan hebben. Over die 22 mei verwachten we 2020 dat dus die volgende blokhalving voor Bitcoin eraan komt. Waar het dus eigenlijk om neerkomt, het wordt gewoon even heel erg spannend wat we gaan doen met die falling wedge. Welke kant gaan we uitbreken en gaan we uitbreken? Nou, ik verwacht dat het antwoord daarop heel spoedig volgt. Want uh, we zitten echt in de punt van dat hele verhaal. Dus we moeten een keer een kant dadelijk. In ieder geval bedankt voor het kijken. Je weet het, wil jij ook lekker gaan handelen in crypto en wil je dat hartstikke snel en gemakkelijk doen? Download dan de app Blocks. Gebruik daar bij de promocode de code Video. En dan krijg je, als jij een nieuw account aanmaakt van ons, 5 euro gratis. Die je gewoon lekker kan gaan verhandelen in blocks Om eens te gaan kijken of het iets voor je is en hoe dat dan uit gaat pakken. Verder kun je natuurlijk ook gewoon bij BTC direct terecht vooral je aan- en verkopen van crypto's. Bedankt weer voor het kijken. Volgende week dinsdag dan gaan we zien wat het is geworden. En ik hoop natuurlijk op iets positiefs. Geniet van je weekend en ik zie je dan weer. Doeg!